De lange nacht onderhandelen over de ministerpost zal voorzitter Bart De Wever wel nog lang achtervolgen. Zijn adviseur en gelegenheidschauffeur bracht hem erg in verlegenheid. De tongenaar Joy Donné kwam De Wever ophalen in zijn Porsche en haalde onder het oog van de camera een verkeersboete van achter de ruit en gooide het papiertje op de grond. Achteraf bleek de Porsche ook nog twee verschillende nummerplaten te hebben, waardoor een vrouw uit Houthalen een verkeersboete moest betalen. C'est pas mauvaise voiture, hè? N-VA-voorzitter Bart De Wever is meteen duidelijk wanneer hij ziet met welke auto hij wordt opgehaald na nachtonderhandelen. Een zwarte Porsche staat voor hem klaar, maar deze rit zal hem toch lang achtervolgen. Want net voor het instappen grijpt de chauffeur nog een boete van achter de ruitenwisser en gooit het papiertje gewoon op straat. De Wever stapt in en zonder zijn gordel aan te doen rijdt de Porsche weg. De beelden gaan via het internet meteen het hele land rond. Iemand merkt zelfs op dat de Porsche twee verschillende nummerplaten heeft. En dat mag absoluut niet. Na wat zoekwerk blijkt de Porsche eigendom van Joy Donné uit Tongeren. Hij werkt als zelfstandig adviseur voor Bart De Wever. Aan de krant Het Laatste Nieuws laat Donné weten dat hij door een fout van de makers twee verschillende nummerplaten had. Maar door de drukke regeringsonderhandelingen had hij geen tijd om het recht te zetten. Nu blijkt dat Donné al die tijd rondreed met dezelfde nummerplaat als deze Ford Fiesta. Eigendom van Angelica Bolinius uit Houthalen-Oost. De vrouw wil niet voor de camera reageren, maar zegt wel dat zij 3 weken geleden nog een verkeersboete in de bus kreeg voor fout parkeren in Brussel. Angelica wist meteen dat iets niet klopte, want zij komt nooit in onze hoofdstad. De boete is dus van Joy Donné. Na wat telefoontjes naar de Brusselse politie heeft de vrouw de boete niet moeten betalen. Maar zij hoopt nu wel dat Donné snel zijn nummerplaat laat vervangen.